Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel praat ik met de CEO van de Baitali Groep, meneer Farshi Kudabux. Met hem gaan we praten over de recente samenwerkingsovereenkomst dat zijn bedrijf heeft gesloten met de IDB Invest. De samenwerking houdt in dat de IDB Invest gaat investeren in equipment van het bedrijf ter rehabilitatie van de Jenny Henerweg. Kijkt u mee. Nogmaals, goedemorgen meneer Farshi. We praten vandaag over de samenwerking die IDB Invest is aangegaan met uw bedrijf Baitali Groep voor een 5 miljoen financiering ter versterking van het bouwproject van de Jenny Henerweg. Het is onderdeel van de Oost-West-verbinding. En het is opgenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan 2017-2021. Hoe is deze samenwerking op gang gekomen? Nou, het is toch wel een tijdje terug op gang gekomen. Het begon allemaal natuurlijk met een promotieactiviteit van IDB Invest, waarbij zij als organisatie in Suriname een beetje verteld hebben wat ze doen, wie ze zijn, maar vooral ook de aanpak van hun dat zij zich vooral richten op de particuliere sector. We hebben toen wat vervolggesprekken met ze gehad en we hebben in 2018 hebben we het contract getekend voor de Jenny Henerweg wegstrekking. En gaandeweg bleek dat er financieringsbehoefte was. Ook omdat wij met de overheid onze betalingen moesten herschikken. En we zijn uiteindelijk dus 2 jaar terug echt serieus met IDB Invest gaan praten over dit specifiek project. En dan volg je natuurlijk een bepaald traject van de projectomschrijving, het project wordt gescreend door hun, want het project moet voldoen aan een aantal criteria. Een due diligence traject van het bedrijf en uiteindelijk de goedkeuring om die lening te mogen aangaan. Dan ben je er nog niet, want dan moet je nog de voorwaarden van die financiering met ze uit onderhandelen. Dat hebben we dan ook gedaan. En vorige maand, zeg maar het sluitstuk van die financiering, was de ondertekening van die loan agreement. En binnen de samenleving kennen we de Inter-American Development Bank, IDB dus. Maar kunt u ons uitleggen, ik ben al een beetje op ingegaan wat IDB Invest doet, maar kunt u nader uitleggen wat IDB Invest is en wat ze precies doen? Ja, dus de IDB die we kennen vanuit de samenleving is eigenlijk een multilaterale bank die zich vooral richt op de public sector, dus op overheden. En die leent geld. In dit geval de Surinaamse overheid voor ontwikkelingsprogramma's of ontwikkelingsprojecten. IDB Invest is zeg maar het evenbeeld daarvan, maar dan voor de private sector, waarbij IDB Invest rechtstreeks leent aan bedrijven ten behoeve van projecten die een bepaalde ontwikkeling voorstaan. In dit specifieke geval bijvoorbeeld gaat het om ontsluitingen en weginfrastructuur. Dus de IDB Invest die leent geld in dit geval aan de firma Baitali, die dat gaat aanwenden voor dat project. Natuurlijk is dit project iets waarbij een weg aangepakt zal worden. En om de samenleving zo breed mogelijk te informeren, willen we ook weten wat uw bedrijf precies doet en wat de verhouding is met dus het project dat de hele samenleving ten behoeve komt. En de samenwerking. Dus wat doet uw bedrijf precies? Bedoelt u, u wilt weten waarom Baitali geld leent om een weg te bouwen? Ja, die voor de dat stukje is misschien niet goed gehighlight in het persbericht hoor. Het geld wat Baitali leent wordt niet gestopt in de bouw van de weg. Ja? Want dat is een overheidsverantwoordelijkheid. De overheid betaalt voor de weg. Maar om een weg van die orde grootte te kunnen bouwen, moet je als Baitali natuurlijk ook flink investeren in equipment, in materieel, maar vooral ook logistieke faciliteiten en je rollend equipment. Dus wij hebben op dit moment de behoefte om te herinvesteren in ons materieel die moet werken op dat project. Het project is nu vanwege betalingsperikelen met de overheid eventjes on hold. We hebben een goede understanding met ze. De bedoeling is om in Q2, Q3 van 2024 te herstarten. Dus
die financiering en de tijd die er nog loopt tot dat moment geeft ons wat ruimte om te gaan investeren om zeg maar tweede helft 2024 wel weer volop te starten. Nou, is dat duidelijk. En wat houdt de samenwerking precies in? Dus wat gaat er gebeuren binnen dit project? Nou, kort gezegd, het is een wegstrekking van 120 kilometer vanaf Kopenhagenpunt tot Henaar. Die weg, de Oost-West-verbinding, was natuurlijk outdated qua conditie, maar ook qua standaarden. Je moet nagaan dat de standaarden voor dit soort primaire verbindingswegen zijn tegenwoordig verhoogd naar 1 miljoen aslasten van 13 ton. Dus concreet betekent het dat die wegstrekking verzwaard moet worden om die aslasten van 13 ton aan te kunnen en ook verbreed moet worden. Dat is basically wat er gaat veranderen aan die weg. Ik weet niet of het een terechte vraag is, maar ik ken de Oost-West-verbinding als één weg zonder bijvoorbeeld een baan voor de bromfietsen en fietsers. Komt dat ook erbij? Het is een zeer terechte vraag. Nee, kijk, de Oost-West-verbinding is een primaire weg waarbij je natuurlijk wil dat mensen zo gewoon mogelijk overheen kunnen rijden. Dus de ontwerpsnelheid van die weg is van die aard dat je dus geen bromfietsers en fietsers ernaast wil hebben. Want als je auto's toestaat om 80 en 100 te rijden en je gaat fietsers en bromfietsers vlak ernaast laten rijden, dan creëer je een potentieel gevaar. Dat betekent niet dat wij geen bromfiets- en fietspaden gaan aanleggen. Je moet het zo zien dat de weg grotendeels dat niet zal hebben. Omdat die weg gericht is op zeg maar doorgaand vervoer. Wat je wel hebt is dat die weg door bepaalde bevolkte gebieden gaat. In dit geval dus specifiek gaat het om Koroni. Dus het deel van Koroni zal dan wel zodanig ontworpen worden dat de maximumsnelheid gesteld kan worden op 50. En in dat stukje heb je dan wel fietspaden en bromfietspaden of faciliteiten voor voetgangers. Het komt er eigenlijk kort op neer dat als je faciliteiten voor langzaam verkeer wilt hebben, moet je het doorgaand verkeer afremmen. Ja, anders creëer je een gevaar. We hebben eerder gesproken over het doel van dit project, maar ik heb dat even gehighlight. Misschien kunt u aangeven wat het doel van dit project is voor Suriname. Nou, kijk, Suriname heeft natuurlijk een primaire Oost-West-verbinding nodig. En die Oost-West-verbinding moet gaan voldoen aan internationale standaarden, vooral als je Suriname ook wilt verbinden toch, met Frans-Guyana enerzijds en Guyana anderzijds. Van Guyana is natuurlijk erg actueel nu met die brug. Dus je moet een goede doorgaande verbinding hebben die ook zwaar verkeer kan accommoderen. Dat is het primaire doel. Natuurlijk is een goede Oost-West-verbinding voor alle bedrijven die in Suriname opereren een randvoorwaarde. Dus het moet uiteindelijk leiden naar efficiënter en goedkoper transport over de weg. Dus kijken we naar de wegstrekking die in dit project is opgenomen, dan zal vooral Nikeri er voordeel aan hebben. Weet u of kunt u ons aangeven welke voordelen dit zal meebrengen voor Nikeri? Nou, kijk, een van de belangrijkste voordelen die ik nu zie, reisexport bijvoorbeeld, gebeurt allemaal vanuit de haven van Paramaribo. Dus je moet zo zien, elke containerreis moet vanuit Nikeri naar Paramaribo gereden worden. Transportkosten dus. Bij een betere weg, snellere verbindingsweg, nemen die transportkosten af. En dan heb ik het nu in dit geval eigenlijk alleen maar nog gehad over één product, rijst. Maar het speelt voor verschillende producten. Anderzijds, als je straks een makkelijke verbinding hebt naar Guyana, of een makkelijkere verbinding hebt naar Guyana, is het ook voor bedrijven die in Paramaribo opereren, maar actief zijn in Guyana, ook wel goed om een snelle verbinding te hebben met Nikeri. En ook begrijpen we dat IDB Invest als onderdeel van haar ontwikkelingsimpactmandaat samenwerkt met Baitali om een milieu- en sociaal plan op te stellen. Wat houdt dit plan in? Nou, het is een projectspecifiek plan hoor. En het komt er op neer dat je met de aanleg van die weg ervoor moet zorgen dat je geen additionele impact hebt op het milieu en de flora en fauna eromheen. Nu moet ik zeggen dat het bij dit project vrij beperkt is, want het is niet een nieuwe weg die je gaat maken door zeg maar een bepaald milieurijk gebied of door het bos. Het is een bestaande weg. Het loopt wel door zwampen, vooral in het Koroni-gebied. Dus we zorgen ervoor dat wij geen additionele impact hebben op het milieu. Maar dat is dus die studie waarbij wordt nagegaan van is het wel zo dat we geen zeg maar extra bomen
omhakken of beschermd gebied aantasten. En het onderzoek is al verricht dus? Het onderzoek is al verricht, ja. En natuurlijk gaan mensen zich afvragen, waarom helpt IDB bij Italië? Dus wat is het belang van IDB Invest in dit project? Ja, dus kijk, de IDB Invest die heeft een aantal sectoren die ze target. En veelal zijn die sectoren gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. Met dit project, met aanleg van een wegverbinding of de upgrade van een wegverbinding, help je vooral aan twee Sustainable Development Goals. Eén is SDG 8, waarbij natuurlijk economic growth en werkgelegenheid. Zo'n infraproject zorgt natuurlijk voor een heleboel werkgelegenheid en economische groei. En SDG 9 is infrastructure. En het past, dat is dus onderdeel van die due diligence, hè, waarbij ze het project een beetje toetsen aan hun criteria. En de IDB ziet dat zo'n project natuurlijk op een aantal van die SDG's goed scoort en dan kom je uiteindelijk in aanmerking daarvoor. Dat is hun belang, dat er een beetje, dat het bijdraagt aan het realiseren van de SDG's. En u heeft net gesproken dat het werkgelegenheid kan creëren. Heeft u een beeld van hoeveel werkaccommodaties er vrijkomt met dit project? Ja, zo'n project heeft op de piek van zijn uitvoering, dus wanneer het allemaal full-fledged in uitvoering is, heb je ongeveer 120 man die daaraan werken. Direct op de weg, maar ook in de support services. Dus wil dat zeggen dat een Vitali Group meer mensen gaat aantrekken? En u heeft net gesproken over de duurzame ontwikkelingsdoelen die dus een IDB Invest beoogt met dit plan. Maar in het werk van de Vitali Groep, zijn er ook duurzame ontwikkelingsdoelen die jullie nastreven? Ja, u moet zo zien, Vitali Groep is een vrij diverse onderneming. Hè, want Vitali Groep is een holding van verschillende werkmaatschappijen. We zijn actief in vier sectoren, infrastructuur, mining, landbouw en kabel en telecommunicatie. En als je die vier sectoren uitzet tegen de SDG's, zijn er natuurlijk een heleboel waar je raakvlakken mee hebt. Directe raakvlakken. Maar je hebt ook andere SDG's die je vanuit je company en je corporate social responsibility plan gaat ondersteunen. Zaken als goed onderwijs en zero hunger. Dat ondersteunen we vooral vanuit onze corporate social responsibility. Dat zijn een beetje de manier zoals wij omgaan met de Sustainable Development Goals. Het vormt een integraal onderdeel van ons strategisch plan. En zoals ik eerder zei, is Vitali Group een bekende aannemingsbedrijf in Suriname. En jullie hebben meegewerkt aan tal van ontwikkelingsprojecten in Suriname. Hoe kijkt u dus daar tegenaan dat jullie kunnen bijdragen aan ontwikkeling in Suriname? Ja, onze slogan is Paving Your Way to Development. We willen een actieve rol vervullen in de ontwikkeling, vooral de economische ontwikkeling van Suriname. En dat doen wij door de infrastructuren, zowel fysiek als digitaal, daarvoor aan te leggen. U weet dat infrastructuur is de drager van economische ontwikkeling. Wij positioneren ons dus als een bedrijf die infrastructuren aanlegt ten behoeve van de economische ontwikkeling. We zijn blij dat we dat kunnen doen en dat we daar onderdeel van zijn. We proberen die visie in Suriname uit te dragen, maar natuurlijk proberen we die visie ook regionaal uit te dragen buiten de grenzen van Suriname. In het specifieke geval zijn we bijvoorbeeld ook actief in Guyana en in Barbados. En op die manier de ontwikkeling faciliteren. En als we terugkomen naar het project dat uitgevoerd zal worden op de Oost-West-verbinding, heeft u aangegeven dat jullie hopen medio 2024 te beginnen. Hoe lang moet dit traject duren, dus tot het afgerond is? Een deel van het project is al uitgevoerd, dus medio 2024 is meer een herstart. We hebben voor het volle tracé, dus vanaf Koppenamepunt tot Hena, nog 5 jaar nodig. En dat wil zeggen dat we achterlopen op het ontwikkelingsplan van 2017-2021. Hoe staat de overheid dus daar tegenaan? Ja, inderdaad. De bedoeling was natuurlijk dat het project veel eerder afgerond zou zijn. Maar de financiële perikelen van de overheid, dat is ons allemaal bekend. Het loopt inderdaad achter ten opzichte van ontwikkelingsplan 2017-2021. Intussen is er een nieuw ontwikkelingsplan uit. Maar de visie met betrekking tot regionale integratie en verbindingen in Suriname is eigenlijk ongewijzigd gebleven. Dus
Hij is nog steeds actueel. Wil dat zeggen dat, en, dus dat dit project is opgenomen in het nieuwe ontwikkelingsplan? Ja, het is ook opgenomen. Oké, en ja, misschien kunt u de samenleving en, de garantie geven dat het werkelijk in 2024 van start gaat. Want u bent en dan ook de onderhandelaar met de overheid, dus u weet wat de afspraken zijn. Is het nu duidelijk dat het project in 2024 daadwerkelijk van start gaat? Ik heb een schriftelijke toestemming van de overheid, dus ik ga ervan uit dat ik ervan mag uitgaan. Ik kan de samenleving alleen garanderen dat we gereed staan. En zoals u het eerder heeft gezegd, jullie hebben een bepaalde visie als het aankomt op ontwikkeling. Maar hoe denkt u dat we als samenleving of als land het best ervoor kunnen zorgen dat de nodige ontwikkeling op gang komt? We moeten blijven produceren, blijf ik altijd zeggen. En we moeten vooral kritisch zijn. Ik heb het gevoel dat we in Suriname een heleboel zaken vrij snel accepteren, wat krom is. Maar dat moet niet. Als je kritischer bent, dan dwing je ook die overheid kritischer te zijn naar zichzelf. En we moeten vooral meer verantwoordelijkheid nemen voor de opbouw van ons eigen land. Ja. Ik heb nog een vraag, meneer Farshi. Ik ga dat eerder te stellen. Het is een financiering van $5 miljoen. Hoe zal dat een terugbetaling geschieden? Nou, wij investeren dus $5 miljoen in het materieel voor die weg. Vervolgens leggen we die weg aan en de overheid betaalt ons voor het werk dat wij verrichten. Uit de betalingen die wij van de overheid krijgen, wordt een deel rechtstreeks doorgesluist naar de IDB als terugbetaling van die financiering. Nou nee, een deel van onze betalingen gaat naar de IDB voor. En het andere deel komt natuurlijk naar ons. Dan waren dat de vragen. Heeft u misschien een boodschap ten aanzien van de staat van de weg nu? Hoe mensen ermee moeten omgaan? Nou, die weg is in principe in half afgebouwde staat. Maar het is goed begaanbaar. We hebben samen met de overheid een soort noodreparatieprogramma uitgevoerd. Zodat je in ieder geval op een veilige manier naar Nikeri kan rijden. Niet alle wegstrekkingen zijn even glad. Vooral in Wageningen zijn er een paar wegstrekkingen die niet in orde zijn. Baitali is wel actief, maar doet voorlopig eigenlijk alleen maar datgene wat hoog nodig is en waarmee de veiligheid van de weggebruiker gegarandeerd wordt. Dat gezegd hebben, dan zeg ik tegen de samenleving, heb nog even geduld, het komt eraan, maar maak er intussen wel op een veilige manier gebruik van. Zo kijkers, met deze woorden van meneer Farshi Kudabuk zijn we gekomen aan het einde van het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft een ander deel voor u. Lijken, werken op een lijk. En veel nog meer daaromheen in dit nieuw deel van In Gesprek Met. We gaan nader inzoomen op wat een patholoog precies doet. En het is ook het veel interessantere, want ze is enig in de short in Suriname als vrouw. Kijkt u mee. De kijkers thuis zullen zich afvragen, maar lijken, mensen die op lijken werken. Ik ga niemand in de spanning houden. In dit deel praten wij met onze patholoog van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En dat is mevrouw Shairia Mohab Ali. Dokter Mohab Ali, welkom en in gesprek met. Dankjewel. We vallen dan gelijk ook met de deur in huis bij ieder. Wie is dokter Shairia Mohab Ali precies? Shairia Mohab Ali is... Een trotse Surinaamse vrouw, is pas afgestudeerd en ik heb mijn opleiding gevolgd deels in Suriname en deels in Nederland. En per 1 november verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, afdeling pathologie. Helemaal. Waarom heeft u gekozen om
Nee, voordat ik ga naar waarom, ik ga eerst terug, een stapje terug. Wat is precies een patholoog? Een patholoog is iemand, veel mensen denken in de samenleving dat ons werk bestaat uit het doen van obducties, zoals jullie dat kennen. Maar ons werk bestaat uit veel meer. En, om kort daarover iets te vertellen, is het zo dat wij ook onderzoek doen op weefsels van levende patiënten, van levende mensen. Bijvoorbeeld als iemand een gezwel heeft en naar de arts gaat en de arts wil weten wat voor type gezwel, wat voor type tumor. En dan nemen ze eerst een hapje uit zo'n tumor en sturen zij dat voor ons. En wij verwerken dan, het gaat eerst, heeft het een heel verwerkingstraject. Het wordt eerst door onze analisten verwerkt. Het gaat door diverse procedures heen die tenminste een dag duren. En vervolgens worden ze dan heel dun gesneden en opgeplakt op glaasjes. En om een voorbeeld te geven, dan is op zo'n glaasje wordt dan het materiaal opgeplakt, gekleurd en aan ons afgeleverd. En wij gaan dit dan vervolgens onder de microscoop bekijken en een diagnose opstellen. En dat gaat dan terug naar de behandelende arts op papier, een soort rapportage, zodat de arts dan weet, behandelende arts dan weet van wat voor type tumor of wat voor type afwijking heeft de patiënt en hoe het verder behandeltraject dan gaat uitzien voor desbetreffende patiënt. Ik zou dat nooit hebben gedacht. Je zou altijd denken van zulke dingen gaan gewoon naar het lab waar zij dan bezig zijn naast bloed, dat ze dat soort dingen ook doen. Ik wist het nooit dat dit eigenlijk ook wordt gedaan door de afdeling pathologie. Zie je? Ik ben blij dat u in ons programma bent, dan weet men dat ook. Maar dat is dan de misvatting of het beeld wat de samenleving heeft van ons werk. Men denkt dat wij zich uitsluitend bezighouden met obducties, maar dat is niet zo. Obducties moet je zien als een topje van de ijsberg van ons werk. Okay. 90% van ons werk bestaat in feite uit dat wat ik je zo net vertelde, uit het bekijken van dit soort glaasjes. Maar niet alleen het bekijken van, maar ook het verwerken van het materiaal. Okay. Bijvoorbeeld als iemand een kankershoot heeft een kwaadaardige borsttumor. En initieel zijn dan eerst biopten gekomen. Daarop hebben wij onze diagnose afgegeven van inderdaad, het is een kwaadaardige borsttumor. Dan komt er vervolgens actie. Of een stukje van de borst wordt door de chirurg verwijderd, of de gehele borst, afhankelijk van de indicatie bij desbetreffende patiënt. En als dat materiaal dan binnenkomt, wordt dat ook allemaal door ons verwerkt. Wij gaan naar de uitsnijkamer, wij kijken naar, we beschrijven het materiaal, we inkten de resectievlakken. Dat zijn de snijvlakken, dus waar langs de chirurg heeft geopereerd. Want onder andere in het rapport willen zij dan ook weten, is dat stukje wat ik heb ingestuurd met tumor, is dat aan de randen vrij van tumor? Want als er nog tumor in de randen zit, dan moet de patiënt wel anders behandeld worden. Okay. Misschien opnieuw geopereerd of chemo, radiotherapie, weet je. Dus daarvoor inkten wij dan de resectievlakken. We sluiten representatief materiaal in kleine cassettes. We noemen het cassettes, maar het zijn in feite kleine plastic doosjes waarin het materiaal wordt ingedoosd. En dan gaat het vervolgens verder het verwerkingsproces in het lab. En dat duurt dan ook even afhankelijk van het aard van het materiaal. Kleine biopten gaan veel sneller, maar grote preparaten die nemen nogal wat tijd. En dan komt dat weer bij ons. En dan gaan wij dan nog een keer onder de microscoop beschrijven en dan het verslag dicteren en afronden. Okay. Dus het is veel meer dan men denkt dat ons werk omvat. Oké, prima. I got more than I bargained for, zou men zeggen. Maar als ik ook zo naar je luister, dan
bent u ook zelf trots op wat u allemaal doet. Dus het heeft bijna geen zin meer om te vragen waarom u heeft gekozen om pataloog te worden. Maar ik wil dat toch, want je kan misschien een kleine dametje thuis hebben die dacht van ze wil ook arts worden. Maar ze hoeft niet per se een arts te worden die alleen maar met een witte jas rondloopt. Mm-hmm. Dus misschien kunt u dan vertellen waarom u heeft gekozen om pataloog te worden. Toen ik nog op de middelbare school zat, wist ik dat ik arts wilde worden. Ik had nog niet gedacht dat ik de pathologie kant op zou gaan. Want pathologie is een specialisatie naast het arts zijn. Dus is nog een extra traject van 6 jaar na het arts zijn. Dus ik wist sowieso dat ik arts wilde worden. Dus dat traject was vanaf de middelbare school was dat. Maar gaandeweg de medische opleiding werd mijn interesse voor pathologie steeds groter. Met name microscopie. Uh-huh. Want wij kregen al in het tweede, derde leerjaar pathologieonderwijs. En daarin hadden we ook een onderdeel van microscopie. En dat vond ik heel fijn. Met een microscoop te kijken naar detailistisch te kijken naar weefsel. En weefselkenmerken, dat was hetgene dat het meest interessant was. En dus toen zei ik van ja, ik vind pathologie wel interessant. En zo is het gaan rollen. Helemaal. En als ik dan zo naar je luister, om normaal arts te worden, hoe lang duurt dat? Want je zegt om de specialisatie pathologie is extra 6 jaren. Klopt. Dus hoe lang heeft u in totaal gestudeerd alvorens u klaar was? Op papier duurt de artsenopleiding 7 jaar. Mm-hmm. Het kan soms wat uitlopen, maar ik was binnen de nominale tijd 7,5 jaar mijn artsenopleiding afgerond en vervolgens met een onderbreking van 3 maanden, want ik was 3 maanden nog voor de RGD werkzaam, maar daarna is het al gauw rondgekomen om de pathologieopleiding te doen. Oké, dat is toch heel interessant. Maar ik denk ook van, u heeft er zelfs ook al een woord genoemd, abductie, maar ik denk dat de meeste mensen hier in Suriname het woord zelf kennen als sexy, er wordt sexy gepleegd op een leek. Kunt u een kort een beetje uitleggen wat dat precies inhoudt, wat er gedaan wordt naast wat men op tv ziet, dat in principe, ik kan ernaast liggen, ik weet het niet, maar het is eigenlijk gewoon fictief op tv. Ja, abductie en sexy zijn twee verschillende termen, maar ze betekenen hetzelfde. En het is in feite een procedure voor het vaststellen van de doodsoorzaak. In Suriname kennen we 2 typen abducties, 2 typen ja, secties. Eén is de gerechtelijke abductie, en dus die zijn dan de inbeslagnames vanuit het ministerie van Justitie en Politie. Mm-hmm. En de andere zijn de wetenschappelijke abducties. Het verschil tussen die twee is dat bij gerechtelijke abductie, dus dat gaat via het ministerie van Justitie en Politie, daar is het lijk in beslag genomen, zoals je dat leest in de media. En daar is er een standaardprocedure. Daar is alles gaat volgens protocol. En daar wordt hoe wij te werk gaan, is eerst dat de borstbuik. We beginnen eerst met een uitwendige schouw. We beschrijven eerst alle afwijkingen, alle letsels wat we aan het lichaam waarnemen. En daarbij leggen we ook alles fotografisch vast. En daarna gaat het lichaam open. Eerst het borst- en buikgedeelte. En dan inspecteren we dan alles, we kijken naar alles, naar alle organen. En daarna gaat ook het hoofdgedeelte open en dan kijken we naar schedel, bot en naar de hersenen. En dat is dan de totale sectie. Maar bij wetenschappelijke secties is het zo dat soms de familie, dus toch even onduidelijk hoe iemand is overleden en de familie wil daar weer meer duidelijkheid in hebben, dan kunnen zij een abductie aanvragen.
Maar dat gaat niet zomaar. Uh-huh. Dat gaat volgens een bepaalde strikte hiërarchische volgorde. Van wie allemaal bevoegd zijn om aan te vragen. Uh-huh. Of soms doet de, als de patiënt in het ziekenhuis is overleden, een behandelende arts daartoe het verzoek. Maar daarvoor is er een hele aparte procedure. Uh-huh. Omdat die niet via justitie gaat. Die gaat gewoon via de familie of via een behandelende arts. En daar zijn er aparte procedures voor. Uh-huh. En daar, als het zover uiteindelijk is, na alle screening en zo, weet je. Als het toch is van akkoord voor abductie. Dan is het zo dat de familie mag bepalen wat allemaal onderzocht gaat worden. Selectief. Dus okay. Bijvoorbeeld als je zegt van ik wil mijn dierbare het niet aandoen omdat het hoofd open gaat. Dan kunnen ze ook opteren voor alleen borst en buik. Dat onderzocht wordt. Uh-huh. Of selectief, weet je, wat hun wensen zijn. Want dat zou ik daarna vragen van, als families niet tevreden zijn, iemand komt plotseling te overlijden, bijvoorbeeld iemand is thuis overleden, de moeder is 49 jaar oud en die is gewoon plotseling te komen overlijden en mensen willen er geen genoegen mee doen. Wie betaalt eigenlijk voor zo'n een abductie? Want u zegt er zijn heel wat hiërarchische lijnen die men moet lopen. Mm-hmm. Moet de familie er zelf voor betalen bij zo'n aanvraag om precies te weten van, ik wil graag weten waaraan mijn moeder of mijn vader is overleden, want ik vind dat zij of hij te jong is. Ja. In Suriname hebben we vooralsnog geen, in Nederland hebben ze voor jonge mensen, jongvolwassenen onder de 50 jaar, hebben ze nu een lopend project, onderzoek. Ja, het wordt ook gefinancierd vanuit de overheid uit, dat die in aanmerking komen voor een abductie, een school. Maar in Suriname hebben we zo'n constructie niet. Dus dan moet de familie wel opdraaien voor de kosten van de abductie. Maar ik zei het al, het gaat niet, het gaat niet 1, 2, 3. Het is echt een hele screeningsdingen van wie het allemaal mag aanvragen. Volgens de hiërarchische volgorde. Het moet niet zo zijn dat 1, 2, 3 iemand opstaat en zegt van ik wil een abductie hebben. Je moet een toonbare relatie hebben. Ja, dus met de kinderen ook, bij wijze van spreken. Ja. Oké. Okay. Als u zegt, het is iets dat ook niet zo snel gedaan wordt. Want we weten in Suriname dat niet ieder te lang wacht om iemand te begraven. Hoe lang duurt zo'n onderzoek precies? Alvorens mensen... Of kunnen, want nadien kan je niet, want de persoon is al begraven. Dus maar hoe lang denkt u dat zoiets eigenlijk duurt, alvorens men weet van, dit is eigenlijk de oorzaak waardoor zo iemand is komen te overlijden? Dus, daar komt ook een heel, naast dat je alles gaat, dus je school, je uitwendige school, je inwendige school, dat vindt dan op de dag van de abductie zelf plaats. Mm-hmm. Maar dan is er ook een traject daarna, want dan afhankelijk van als je direct een aantoonbare doodsoorzaak hebt, ja, dan is het evident. Klopt. Maar als je niet direct een aantoonbare oorzaak hebt, dan worden vaak ook nog weefselstukken, kleine weefselstukjes afgenomen om vervolgens weer hetzelfde traject te ondergaan op de glaasjes. Oké. Okay. Voor een nader microscopisch onderzoek. Okay. En dat moet dan weer door dezelfde traject als wat ik voorheen uitlegde van weefselonderzoek. En dan komt het weer bij ons, moeten wij dat weer bekijken. En dan volgt er dan een heel abductieverslag, inclusief microscopie, okay, van de diverse organen. En dan op basis daarvan een uitspraak over de eventuele doodsoorzaak. Dus dat kan even duren. Oké, dat snap ik helemaal. Maar om terug te komen op dat microscopisch gedeelte. In Suriname hebben we verschillende soorten kankers. Hoe komt eigenlijk een hoe heet iemand weer die een kankerarts is? Een oncoloog. Een oncoloog erachter dat iemand bijvoorbeeld longontsteking heeft. Wordt er ook een biopsie vanuit de long genomen en opgestuurd naar jullie? Ja, kijk.
tot een ontsteking. Die gaat dan meestal via de desbetreffende medische, klinische specialist. Ja. Bijvoorbeeld in dit geval, als het een longontsteking is, dan gaat het via de pulmonoloog. Die houdt, is gespecialiseerd op het gebied van de longen. En die zal dan, als de aanleiding daarvoor is, een materiaal sturen naar ons, ja, een biopt sturen naar ons om te zeggen van kijken jullie even naar de aard van het materiaal, is het ontsteking, is het maligniteit, dus maligniteit is het iets kwaadaardigs of is het iets goedaardigs, weet je, dat wordt dan ook voor ons gestuurd, dus niet alleen kanker, maar ook, weet je, iets met een weefselstuk waarvan de behandelende arts in twijfel is of toch nog een bevestiging wil hebben, zodat die verder kan met het behandeltraject. Oké, dus de uiteindelijke uitkomsten, alvorens een specialist, laten we zeggen bad news, in geval het bad news is, overbrengt aan zijn of haar patiënt, komt dan eigenlijk ook van jullie uit, ja, om precies te weten wat er aan de hand is. Ja, dat is het nou. Dus wij zijn artsen, medische specialisten, die onze collega's dan die dienst verlenen, weet je, dat wij dan die diagnose stellen. Maar de patiënt weet in feite niet dat wij achter dat verslag zitten. Klopt, ze denken maar dat het gewoon uit een, hun eigen specialist. Ze denken dat het uit een lab afkomstig is. Het is gewoon, het is inderdaad ook in een lab onderzocht. Maar ze weten niet wie daarachter zit. En dat maakt ons een beetje onzichtbaar. En wij zijn dan, weet je, op de achtergrond aanwezig voor de zorg van de patiënt. Ja. Zonder dat zij weten dat wij daarachter zitten. Ja, dat is mooi. Een vraag, wat is het interessantste dat u tijdens uw stages, uw opleidingsperiode heeft meegemaakt, dat eigenlijk heeft gesolidified van nee, ik wil dit precies doen? Het is niet van de een op de andere dag gebeurd. Het is niet plotseling een ingeving geweest. Ik vond de pathologie heel interessant, zoals ik al eerder zei. En maar ik zei microscopie, onderzoek van weefsel, weten wat de aard van het materiaal is. En daarnaast ook nog obducties. Dus maakt het een heel breed vak. En elke dag kom je iets nieuws tegen. Dat maakt het allemaal uitdagend. Helemaal. Wat ging er uiteindelijk door u heen toen u hoorde dat u de eerste vrouwelijke bent in AZ? Want er was al sinds jaar en dag maar één patholoog in het AZP. Wat ging er door u heen? Vindt u nu dat het een beetje extra druk is op u nu, daar u bent toegevoegd? Ik zie het als versterking van team pathologie. Mijn collega was jarenlang de enige die heel Suriname moest voorzien van diagnostiek. En ik zie het als versterking van de afdeling. En dat wij dan samen zorgen voor onze Surinaamse patiënten. Helemaal. Een vraag die men vaak genoeg zou overslaan. Want u zegt, u heeft een deel in Suriname gestudeerd en een deel in Nederland. Waarom heeft u toch gekozen om terug te komen? De meeste mensen denken, als ik een keus moet maken, liever blijf ik daar hoor. Waarom heeft u toch ervoor gekozen om terug te keren? Ja, ik ben Surinaamse, met trots. Ik heb mijn opleiding in Suriname, mijn medische opleiding in Suriname gevolgd. Mijn vooropleiding 2 jaar ook in Suriname gedaan. En toen ik naar Nederland ging, vind ik van ja, wij doen qua ons niveau helemaal niet onder voor de Nederlandse. Ik kon daar makkelijk aansluiten. Ik heb nooit daar een of ander probleem gehad met de leerstof of wat dan ook. Het was gewoon een heel soepele aansluiting. Als jij ervoor kiest om in Nederland te blijven, dan je hebt ook een plicht richting jouw eigen land terug. En zo zie ik dat. Ik ben terug om mijn Surinaamse patiënten van dienst te zijn.
Niet normaal. En hoe bent u zelfs ontvangen toen, men hoorde, hey, ik ben afgestudeerd, ik wil me graag aansluiten om het team te versterken. Hoe bent u ontvangen? Door de afdeling? Jawel. Oh, of zelfs door het ziekenhuis? Door de afdeling is dat heel, heel uitstekend. Die geven mij alle ondersteuning in de uitoefening van mijn werk. En daar ben ik heel trots op. En mijn afdeling was ook massaal aanwezig, goed vertegenwoordigd op mijn afstuderen presentatie. En dat apprecieer ik enorm. En ik krijg van hun volle ondersteuning. En daar ben ik heel blij om. Ja. Ik ga ervan uit, want als u zegt afdeling, dat u zegt, er zijn meerdere mensen die ook onder de microscoop kijken. En dan bent u de uiteindelijke persoon die ook er doorheen kijkt en double checkt. Mensen zou zeggen, check, check, double check alvorens, want u bent degene die ook dat rapportage maakt en tekent. Hoe geschiet eigenlijk zoiets? Wat ik daarmee bedoelde is in feite, dus als een weefselstuk binnenkomt, ja. Dan afhankelijk van de aard van het weefselstuk, als het kleine biopten zijn, dan worden die door onze labanalisten zelf ingesproken en verwerkt. Als het gaat om grote weefselresecties, dat doen mijn collega en ik dat. Dus dan gaat de patholoog zelf in de uitsnijkamer de weefsels verwerken. En dan begint het daar al. Je beschrijft van wat je ziet. Je inkt het preparaat, je lamelleert het preparaat in kleinere fragmenten en neemt representatief materiaal uit in de cassettetjes, dat zijn de kleine plastic doosjes. En vervolgens wordt dat dan verder door de analisten verwerkt. Gaat het nog overnacht in een machine om het weefselfragment te ontwateren en formaline te zetten. Dus zodat het een stevige consistentie krijgt. Want dan wordt dan de volgende ochtend het materiaal ingebed in kaasvet. En dan wordt er een soort blokje van gemaakt. Dus je hebt dan een blokje van kaasvet met daarin het weefselstuk. Ja. En dat wordt dan onder een microtoom, worden er een heel dunne slijsjes van gemaakt. Zo dun dat ze in feite op zo'n glaasje geplakt kunnen worden. Op het moment dat ze geplakt zijn op het glaasje, dan gaat het in een kleurmachine. Want wij kleuren onze koepels, de hematoxyline eosine kleuring, de HE-kleuring noemen wij dat. Zo wordt dan de koepel bewerkt. Maar onze kleurmachine die is een poosje stuk. Dus onze analisten die moeten echt way back, ik zou het bijna noemen in de prehistorische tijd. Want dat is niet iets meer van nu. Kleuren met de hand. Okay. Door alle kleuringjes heen het glaasje even houden, roeren. En dan vervolgens de stappen doorlopen om de kleur op te krijgen. En als dan het weefselfragment gekleurd is, een paars, een beetje paarsige kleur heeft gehad, paars, een beetje rozige kleur, dan gaat er zo een klein glaasje op, wordt geplakt met lijm en dan wordt dit aan ons uitgeleverd. En dat is dan het eindproduct. Okay. En dan gaan wij dit onder een microscoop bekijken voor verdere diagnostiek. Heel interessant. Ik denk dat ik nog een keer moet komen als u al een paar maanden al helemaal bent ingeleefd en ingewoond hier bij het mortuarium. Maar dokter Mohab Ali, het was heel educatief zal ik zeggen, want ik dacht letterlijk, dat is wat u zei, men gaat er vanuit, men kijkt alleen maar naar lijken. Dus ik ben heel blij voor de uitleg. En ook heel blij met u als vrouw. Ik voel me trots dat ik kan opkijken naar iemand als u. En ik denk de jonge meisjes thuis ook die denken dat ze arts willen worden, dat ook zeer op prijs stellen. Heel hartelijk dank voor de uitleg nogmaals. En we komen weer eens op bezoek. Alsjeblieft. Kijkers, u heeft dokter Mohab Ali gehoord. Ze is wel een poos afgestudeerd. Ze heeft de ervaring. Dus ze
kijkt sowieso naar de samenwerking met de rest van het AZP. Gaat u niet weg, want er is nog veel meer in gesprek met. Welkom bij dit laatste deel van In Gesprek Met. Kasi, de rebellenleider. Daarover gaat dit interview met historicus Frank Drachtenstein, die in Nederland zit. Het boek is op 4 oktober uitgekomen en met de historicus gaan we praten over wie Kasi nou eigenlijk was. Welkom erbij. U heeft een nieuwe baby op de markt gebracht op 4 oktober, begin oktober. Kasi als rebellenleider. Wie was Kasi? Kasi was een tot slaaf gemaakte man die in die vroege geschiedenis van Suriname, zo rond 1690, 1700... vanuit West-Afrika naar Suriname als slaaf was vervoerd. Hij kwam uit het Loango-gebied. Koninkrijk Loango, dat is tegenwoordig om en nabij de Democratische Republiek Congo, West-Afrika. Daar kwam hij vandaan, kwam in Suriname en heeft kans gezien een Marongroep te oprichten, te beginnen zou je kunnen zeggen, met 10, 20 man. En heeft kans gezien meer dan 40 jaar uit handen van de koloniale legers, patrouilles te blijven. En zijn gemeenschap is uitgegroeid van ongeveer 10, 20 personen tot 440 huizen en 600 mensen 50 jaar later. Mm-hmm. En hij is bekend gebleven als de Marongemeenschap, Langu, Langulo, Langu Clan zeggen ze, afgeleid van Loango natuurlijk. Mm-hmm. En als ik het goed heb, zijn ze min of meer nog steeds in min of meer hetzelfde gebied. Oké, dus ze zijn er nog. Ze zijn er. Ja. De nazaten wel ja, te verstaan. Juist, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. En vanwaar de naam Kasi? Kunt u dat uitleggen? De naam Kasi kan ik niet helemaal uitleggen, maar de witte mensen noemden hem Klaas. Ik vermoed dat het daarvan is afgeleid en Kasi. Maar ze hebben eraan toegevoegd volgens de mondelinge overlevering, want dit boek gaat handelt deels de mondelinge overlevering, deels de archiefgegevens. In de mondelinge overlevering staat hij bekend als Kasi Mpumbu. En Mpumbu is daadwerkelijk een plaats gelegen in dat Luango-gebied, nu Democratische Republiek Congo. Mm-hmm. En we weten dat daar de naam, zo de naam eigenlijk Kasi is ontstaan en gebleven. Ik weet niet zeker of we Klaas Kreek moeten refereren dus, naar deze man. Ja, ja. Maar het zou best kunnen. Maar dat heb ik niet kunnen verifiëren. Oh, okay. Ik weet wel dat hij in het begin van zijn verzet in dat gebied is geweest. Dat staat wel vast. In het gebied van Klaas Kreek bedoelt u? In het gebied van Klaas Kreek. Oh, oké. Okay. Oké, okay, dus het zou best kunnen. Ik durf zeggen of het naar hem of door hem naar hem genoemd is. Niet als, hoe zeg je dat, heldendaad. Of, maar het kan zijn dat het in het begin gerefereerd werd naar waar hij heeft gezeten door de koloniale machthebbers in die tijd. Maar dat gedeelte heb ik niet onderzocht. Maar je weet het niet. Het kan best. Oké, en het vroege verzet, noemt u dat? Aan welk tijdperk moeten we denken? Het verzet is er altijd geweest natuurlijk. Maar met het vroege verzet bedoelen we eigenlijk het verzet vanaf het begin, als de eerste Europese mensen in Suriname aankwamen, vanaf de Engelsen, die ongeveer 17 jaar gebleven zijn, vanaf 1750 voor de ingewijden. En deze, vanaf deze periode wordt al melding gemaakt in, door de plantagehouder zelf, in 1750, 1760 eigenlijk, dat daar in dat parrengebied er ontsnapte slaafgemaakte waren die van tijd tot tijd aanvallen uitvoerden, maar op kleine schaal. En in de periode van Kasi, zo rond 1690, 1700, we zijn dan heel vroeg, 350 jaar of zo geleden, dan wordt dat groter, dat verzet. En het wordt nog groter als er
de Nederlanders binnenwandelen. Ik zeg het maar even zo, de krijnsen, sommigen van u kennen dat vanuit de schoolboeken, dan wordt de verzet groter. Elke keer als er weer oproer is, of oorlog, of een of andere opstandige beweging, of ruzie met, tussen de plantagehouders en bestuur zelf, groeit dat verzet. En in zo'n periode, na de inheemse oorlog, zien we de periode Kasi en anderen opbloeien, zou je kunnen zeggen. Ja, was hij de eerste? Nee, er waren voor hem anderen. Die namen worden ook genoemd. En sommigen kregen alleen maar fragmenten te zien. Bijvoorbeeld papa Christopher. Die wordt genoemd zo rond 1660, na de komst van de Nederlanders. En dan wordt hij gedood omdat hij contact zou hebben gehad met ontsnapten of aanleidingen zou hebben gegeven om te ontsnappen. Maar na hem krijgen we nog namen als Jermis, daar weet ik niks van. Maar vooral bekend is gebleven Ganymed. Ganymed was direct tijdens die inheemse oorlog, die ongeveer een jaar of 8 heeft geduurd. Vanaf 1678 tot 1686. En daar treedt met de inheemsen als bondgenoot of als bondgenoot van de inheemsen, Ganymed naar voren, waarvan we weten, daar hebben we meer, van hem hebben we meer gegevens. Hij heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op plantages, mensen bevrijd of mensen opgeroepen mee te gaan naar zijn versterkte vesting, dorp in het Parra-gebied. Je kent het wel, die eerste dorpen met de poletriepennen van onder het water die je niet zag, waardoor je dat dorp niet kon bereiken. Hij was een van de eerste die dat gedaan heeft. En hij is zelfs in Paramaribo geweest om een of andere raadfiscaal, een officier van justitie, van Geluwe heette die man, te vinden aan de Prinsenstraat, omdat hij het op hem had gemunt. Door hem was hij zijn oor kwijtgeraakt. Die man was er niet. Hij heeft die man zijn plantage wel aangevallen, niet gevonden, maar wel een bediende, een meid van deze Ganymed, van deze Geluwe, die in van Geluwe's huis aan de Prinsenstraat aanwezig was. Hij heeft daar gedood. En ook nog een schoenmaker of een schoenlapper die daar was op bezoek, om het ten goede. Maar die is ook gedood. En we weten dus wat meer van Ganymed, onder andere dit gegevens, dat allemaal netjes geregistreerd in de archieven. Ja, erg interessant verhaal, meneer Drachtenstein. U heeft het over 50 jaar van zijn verzet. Heeft hij 50 jaar verzet geleverd? Nou, je moet het zo zien. Hij heeft geen 50 jaar verzet geleverd. Het verzet begint zo rond 1700 en zo rond 1740 verdwijnt hij uit beeld. Mm-hmm. En u weet niet waar. En eigenlijk 1690 weten we dat hij begint. Okay. En 1740 verdwijnt hij uit beeld. Hij is nooit gevangen genomen en hij is nooit gepakt. Maar we weten wel dat zo rond 1730 5 van zijn dorpen ontdekt zijn. En vandaar dat wij weten, dat is allemaal in beeld gebracht door een kaartenmaker, Alexander Lavaux, die laat zien waar die dorpen lagen. Daar, voorbij de kleine Saramaca, bij de Ponema-kreek of Ponoma-kreek. En hij laat zien dat daar Casius en 5 dorpen lagen die ontdekt zijn met die 440 huizen en ongeveer 600 inwoners. En ook nog omliggende Maron-gemeenschappen, zoals de Nazi, de Machau, de Kadozus en noem maar op. Die waren daar niet ver vandaan en ondersteunden elkaar. En daar weten we dat hij in die periode daar is ontsnapt, zo rond 1730, 35. En hij verdwijnt richting Grario, Piquirio, die oorsprongrivieren van de Suriname rivier. En dan horen we niets meer over hem. En het beeld van zijn ontsnapping, dat is getekend door deze kaartenmaker. Wij zeggen tegenwoordig landmeter Lavaux. Ja, oké. Bent u dan een tekening van hem of een foto van hem tegengekomen? Helaas niet. We hebben geen beeld van hem. We hebben wel beelden van een zekere schilder, Valkenburg, Dirk Valkenburg. En deze man heeft wel
Luango-mensen, vermoedelijk Luango-mensen, in die periode in beeld gebracht. Dus we hebben enigszins een beeld hoe hij kan hebben uitgezien. Okay. Bijna fotografisch zijn de beelden te zien. Okay. Maar ze zijn geen Kasi, maar dat geeft een indicatie van hoe hij eruit moet hebben gezien. Waarom was het nodig om dit boek te schrijven? Het was nodig om dit boek te schrijven, omdat, hoewel mensen die een beetje betrokken zijn bij die geschiedenis, die vroege geschiedenis wel kennen, en ook een beetje beeld hebben van de strijd die geleverd is, had ik zelf zoiets van, we weten van Bonnie. Die is 50 jaar, dat wil zeggen na die eerste 50 jaar van Kasi, komt Bonnie in beeld. Het begint iets rond 1750, als Kasi uit beeld verdwijnt, dan is Bonnie in beeld. En we weten van de strijd van Bonnie, is al onbekend. We weten Baron Bonnie, Jolicoeur en Baron ook nog. We weten ook nog van de oom van Kodjo Menter en Present, dat is ook weer 50 jaar na Bonnie, ruw geschetst. Mm-hmm. Anton de Kom. Maar deze vroege periode, daarvan is de geschiedenis misschien wel bekend, maar de figuren uit die tijd wat minder. En als je deze mensen tegenkomt in de archieven of in de mondelinge geschiedenis, wil je dat natuurlijk aan het grote publiek bekendmaken. Vandaar dat ik toen deze mensen, onder andere dus vooral dus Kasi, eruit heb gelicht. En je zou bijna zeggen, in beeld gebracht en zijn gezicht heb gegeven. Er waren meer hoor. Ja. Je had ook nog Muzinga, Bongo Pita, Abotea Diana of Abotea was een vrouw uit het Saramaka-gebied, half inheems, half Maron, die daar spionageactiviteiten ontplooide. Maar Kasi sprong eruit omdat zo lang naar hem gezocht is. En yes, yeah. Omdat hij een goede leider moest zijn geweest om zo lang uit handen te blijven en een zo grote groep van Maron-strijders te vormen. Om toch nog even op weer terug te komen op de namen, want u noemde nu een paar. U noemt ook de naam van Pedro. Wie was hij dan? Pedro, als Kasi in het begin ontsnapt, we zijn dan zo rond 1690, 1700, ontsnapt ook een zekere Pedro met een groep van slaafgemaakten van een plantage. Ik zeg het nu eventjes voor de vuist weg, van Enriquez Granada moet het geweest zijn. Daar in het Surinamegebied, als ik het goed heb. Ik kan me vergissen, maar daar ongeveer. En dan, ik weet niet hoeveel ze waren. Het zullen een stuk of een tiental, 20 misschien geweest zijn. En die sluiten zich aan bij Pedro. En Pedro wordt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een rechterhand van Kasi. En de plantagehouders, als ze erop uit zijn Kasi te zoeken in deze vroege periode, hebben ze het steeds over Kasi, Klaas en Pedro. En na 1715 verdwijnt Pedro uit beeld, want hij heeft partner, vrouw, vriendin, die nog op de plantage was, mm-hmm. willen halen om naar zijn nieuwe dorp te brengen, mm-hmm. daar in de omgeving van Kasi. Het moet toen nog in de Saramaka-rivier, daar niet ver van het midden van de rivier geweest zijn. En wat gebeurt er? Pedro wordt verraden. Als hij na een bezoek een afspraak maakt van ik kom over enkele weken, mm-hmm. en hij had precies aangegeven wanneer, verraadt mm-hmm. iemand dat aan de plantagehouders. En dan gebeurt er het volgende. Begu, zo heet de vriendin of vrouw van Pedro, en haar dochter worden gemarteld en ze bekennen dat Pedro haar zal afhalen, want alles is al in orde, de kostgrond, huisje, alles erop en eraan. En dan komt Pedro en hij wordt in de val gelokt. Oh. En Pedro geeft zich niet over. Hij vecht en hij wordt gedood. En dan verdwijnt Pedro uit beeld. Maar de opvolger van Pedro is dan Kofi. Die is dan de nieuwe leider van die groep. Maar die is dan niet meer in beeld. We horen dat hij er wel is. Maar hij komt niet meer in beeld. Het blijft voortaan de dorpen van Klaas. Wat een interessante ontwikkeling, meneer Drachtenstein. Echt, ja, ik vind het een prachtig verhaal en natuurlijk ook de manier waarop u dat vertelt. Hoe kwam u erbij om het te vertellen, om onderzoek hiernaar te doen en hoe lang heeft uw onderzoek geduurd?
Ik zei het al, ik kwam ertoe omdat ik die figuren een gezicht wilde geven, in beeld wilde brengen. En dit materiaal, ik deed ander onderzoek naar Binti Basiton, een van de verzetsmensen in het oosten van het land, bij de Okanisi, Okaners heette ze vroeger. Mm-hmm. En ook nog naar die bekende Kwasi van Nieuw Thibaut-Thibaut, die man die de Pita, Kwasi-Pita, ontdekt heeft. En als ik bezig was met deze onderzoeken en ook andere, dan kwam ik iedere keer de naam Klaas tegen vanuit de koloniale machthebbers die de ergernis hadden dat ze iedere keer toch te wilde ondernemen om hem te vinden. En dan zet je ze opzij. Dus en dan groeit het verhaal zo'n beetje, want iedere keer zeggen van, oh, toen en nog een keer, oh, dan was het weer. En dan groeit dat verhaal. En op een bepaald moment, eigenlijk 2-3 jaar geleden, had ik zoiets van, nu eventjes de tijd om eraan te werken. En dat heeft ongeveer 3 jaar geduurd. Maar niet in een hoog tempo met vakanties tussendoor allemaal leuke dingen. Dus het is ongeveer 3 jaar geduurd voordat ik dit verhaal eigenlijk af had. Dus zodoende. Oké, en zullen we het boek ook in Suriname krijgen? Dit boek is zeker in Suriname te krijgen. Het is door een van de belangrijke uitgevers uitgebracht. En ik weet wel dat deze uitgeverij werk van maakt. Dus het is zeker in Suriname te krijgen. Een belangrijk element, dat moet ik toch nog vertellen hoor, is dat in deze vroege periode de inheemsen van grote betekenis zijn geweest voor Kasi. Want zonder hun medewerking in deze beginfase zouden de Maron-gemeenschappen, Zigani-Kasi, mogelijk niet zo gegroeid zijn. Kasi had een inheemse vrouw naast een Afrikaanse. En hij had ook een inheemse PI. Wij zouden tegenwoordig zeggen een therapeut of geestelijke verzorger. En dat moeten we even erbij vermelden. De inheemse mensen onder ons moeten weten dat zij in dit geval ook van belang waren. Ja, zij streden vaak ook zij aan zij met elkaar, toch? In de kolonie. In deze beginfase, ja. Zeker later, streden ze ook wel tegen Kasi en ook wel tegen de Marons. Maar dat is een ander verhaal. Dat komt misschien in een ander boek. Oh, dus er komt een ander boek. Oké. Als historicus is uw specialisatie slavernij en koloniale geschiedenis. Welke urgente verhalen moeten volgens u nog verteld en onderzocht worden? Eigenlijk moet er veel onderzocht worden. Maar dan, veel is al onderzocht of veel wordt nog steeds onderzocht. Maar eigenlijk zou je veel dingen nog een keer moeten bekijken. En dan de centrale figuren in die geschiedenis anders laten zijn dan die figuren die tot nog toe altijd in de belangstelling zijn. De veel onbekende namen en onbekende personen. Die worden overschaduwd door de Europese belangen. Zo van, is er verdiend aan dat slavernijverleden? Wie waren wij of niet schuldig aan dat verleden? Hadden de tot slaaf gemaakte mensen het wel of niet moeilijk? Waren ze slachtoffers van dat verleden? En dat slachtofferschap en dat beeld moet vanuit het perspectief, zou je kunnen zeggen, van de mensen van Afrikaanse of inheemse afkomst van die tijd zelf bekeken worden. En dan krijg je soms een beetje ander beeld, niet volledig, van de geschiedschrijving. Dus de inheemsen, hun strijd, hun oorlog, moet nogmaals bekeken worden. Dan krijg je een ander beeld, als je mij vraagt, van die periode en van de plaatsen. En ook nog kun je dat koppelen aan de actualiteit van de strijd nu, zoals het gevoerd. En ook nog van inheemsen. Dus in dat opzicht moet er nog het een en ander gedaan worden. Een ander belangrijk punt is, sommige bijna mythen of stereotypen kunnen daarmee ook, hoe zeg je dat, weggemaakt worden. Mythen zoals de strijd die inheemsen niet hebben gevoerd of
de stereotypen van de strijd die niet is gevoerd door de slaafgemaakte mensen. Je kent het wel, die Dick de Vauvong. Ik moet er nu nog om lachen, omdat ik weet dat dat gedurende 300 jaar nooit het geval is geweest. En ook nog, daarna hadden ze geen zin om te werken of ze hadden geen zin om aan landbouw te doen of stereotypen. Het zijn geen mensen die de hand uit de mouwen steken. Dat soort mythen kunnen ontzenuwd worden als de geschiedenis nog eens een keertje goed onder de loep wordt genomen. En vanuit natuurlijk een andere bril wordt geschreven. Want vanuit een andere bril bekijken. Het doet me ter plotseling ook denken aan het verhaal van Fort Buku, die niet gevonden kan worden. Bent u daar het een en ander over tegengekomen in de stukken? Nee, dat wil zeggen, ik heb dat niet bekeken vooralsnog. Ik weet wel dat mijn collega die helaas overleden is, Wim Hoogbergen, zich daarmee heeft bezig gehouden. Zijn werken zijn daarover bekend. Mm-hmm. Maar dat is de periode na Kasi. Dat die periode heb ik even niet belicht, omdat ik weet dat over Boni al heel veel is gezegd en geschreven. Dus mogelijk kan dat in een onbewaakt ogenblik waarin het gevoel heb van toch, laat me daar even in gaan kijken. Dat is niet uitgesloten. Nee. Oké. Nou, meneer Drachtenstein, ik denk dat we nog wel heel lang door kunnen gaan om te praten over de mooie geschiedenis van Suriname. En daarmee bedoel ik dat er zoveel verhalen te vertellen zijn en die moeten verteld worden. Aan u het laatste woord in dit gesprek. Ja, wat mij betreft heel graag. En al deze de geschiedschrijving vanuit een Surinaams, een ander oogpunt, een ander perspectief, dat zal nog meer op gang moeten komen. Ik weet dat er mensen zijn die zich absoluut daarmee bezighouden. Dus dat, in dat opzicht ben ik niet pessimistisch. Maar het moet nog veel meer. En ik zal natuurlijk voor zolang het kan beslist mijn bijdrage daaraan leveren. En daarbij wil ik het hierbij laten. Wij hopen u natuurlijk ook misschien in 2024 te verwelkomen in Suriname om een presentatie te doen van uw boek. Ja, zeer zeker. Nou, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van In Gesprek Met. Ik hoop dat u de informatie nuttig heeft gevonden. En we nodigen u uit om volgende week weer te kijken naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.